RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Waar gaat het Blomke jouw zin? Nou, wie woont eigenlijk het Blomke om uw Memjan? Omdat ze is best wel ziek. En nou, ze had een hele heftige tijd gewoon, een hele heftige operatie gewoon. En ja, we woont door dit Blomke, woont we haar een oppepper, Jan. Ik al had ze natuurlijk steun van haar man en van u. Maar we willen haar toch nog iets extra's, Jan. Een mooi verhaal inderdaad. En nou, door jou stuk gewoon omdat ze altijd zo sterk is en dergelijke. En dat ze gewoon al hartstikke leuke mem is. En een leuke vrouw van uw high-tech. Ja, dus eigenlijk maakt zij het dus gewoon haar. Super trots. Joeke, ga je gang. We zijn benijd. Ik zit er hinder in. We staan al in de straat, hè. En ze zitten achter huis dat goed is. Ja, achter huis. Dus, Berlin had net volle zin dit keer. Nee. Het is ook mooi waar natuurlijk, hè? Ja, het is lekker. Eigenlijk simmerwaar. Is de zin is kind direct, Jure, of nee? Ja, het is prachtig, Jere. Oh. Altijd mooi en kalm natuurlijk. Nou, ik ben er bijna. Oké. Nou, neem eens mij. Welkom, familie van Dijkstitter. Ja, dus, dan ben we goed. Ken haast hem missen. Dan ben we goed. Ja. Ah, goeie. Ik kom hier voor Ingrid. Ik ren er even net aan. Hoi. Ik heb Blomke voor jou. Ja, wat op. Wat is dit? Hij is die oorboden. Hij is enig idee van waar? Nou, ik denk... ik ook dan iets Ilse Sylvia, denk ik. En Jansen, denk ik. Ja, dat klopt. Ja. Nou, ze heeft een mailtje gestuurd. Omdat ze zo sterk wist. Oh, ze wordt heel emotioneel, jongens. Oh, maar nee, dat ding. Dus bij deze. Nou, super. Ze luisterde in mij. Was nog wat zessen? Ja, Ilse Sylvia, dit is grandioos. Ik ben er helemaal kapot van. Oh. En, nou, we hebben wel even contact. Nou, het heeft een mooi plakje gekregen. Ah, wat denk ik. Nou. Is dit een beetje hoe het met me reageren? Zo, is dat verwachten, Sylvia? Ja, dat, nou dan merken we wel dat ze er op lied mee is. Ja toch? Om mij haast al een top van een mem, echt weer. Ja, ik heb een hele leuke mem, een hele leven. Nou, okay. Nou, dat is maar wel duidelijk. Duke en daar nog laatste woorden wij met een heel mooi bosblom. Is nog de laatste woorden? Nou, ik vind hem gewoon super. En ik ben helemaal donder, dus nou, ja. Ik weet het, ik ken je woorden. Sylvia, bedankt voor die mailtje en gauw naar die menta. Ja. Samen met die zus. Gradien. Ja. Hutrennen. Doei. Hutrennen. Doei. Hier is een bloemetje voor jou. Ja. Want je zat altijd voor me klaar. En nooit wil jij er iets voor terug.